Hallo en welkom bij Erps Kwerps Echt. Elke week posten wij een video van ongeveer een kwartier op Facebook en YouTube voor een stukje geestelijke diepgang. Want eerlijk gezegd kunnen we dat allemaal wel gebruiken in deze lastige en onzekere tijden. Ook deze week hebben we weer drie items voor je. Er is een muzikale meditatie over een psalm uit de Bijbel. Ook hebben we een gebed speciaal voor de mensen van ons dorp met beelden uit de omgeving. Maar eerst een overdenking voor Chris over liefde en hoe je dat zou kunnen beschrijven. Dag iedereen. Paulus beschrijft in een brief aan de Korintiërs met veel diepgang wat echte liefde inhoudt. Die woorden worden vaak ingekaderd, zoals je hiernaast ook ziet. De liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde doet niet gewichtig en is niet trots. Zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd. Zij neemt niemand iets kwalijk. Je moet de volledige tekst eens nalezen in de Bijbel. Sommige Bijbelteksten zijn zo bijzonder dat ze vaak ingekaderd worden. Ze zijn heel mooi geformuleerd en maken deel uit van een klasse apart. Een beetje zoals de Mont Ventoux, voor de wielrenners een col buiten categorie. U komt die teksten overal tegen. Op tegeltjes, op Instagram, op kaartjes. Maar Johan Cruijff zei eens, elk voordeel heeft zijn nadeel. En dat is ook het geval met die mooie Bijbelteksten. Want door hun schoonheid komen ze terecht in een categorie van de onbereikbare idealen en dreigen ze een effect te verliezen. Die teksten zijn letterlijk en figuurlijk ingekaderd. Ze behoren tot het decor en niet meer tot het echte leven. We moeten die teksten daarom ontkaderen door ze uit het romantische kader te halen en te plaatsen in het gewone leven, want daarvoor zijn ze bedoeld. Dat is ook zo bij de mooie woorden van een liefdesbrief. Het is in de dagelijkse realiteit dat zal blijken of die woorden echt gemeend zijn. Lukt het niet in het dagelijkse leven, dan wordt het kadertje weggehaald, want dan klinken die mooie woorden als een aanklacht, als het bewijs van het falen. Ik zal de tekst ontkaderen en plaatsen in het gewone leven, door middel van een getuigenis dat ik op een website vond, en dat dateert van de pre-coronatijd. Het gaat over een ongeduldige vrouw die op de tekening in het rood werd ingekleurd. Afgelopen week moest ik in het ziekenhuis zijn. Ondanks drie geopende balies stonden er lange rijen. Al snel kreeg ik gezelschap van een vrouw van een jaar of 50. Amai, zoveel volk. Vorige keer kon ik zo doorlopen. Alert volgden ze iedere beweging in de wachtrij. Op een gegeven moment ging een ouder echtpaar uit onwetendheid vooraan staan. Hela, achteraan aansluiten, hè? Riep mijn buurvrouw geërgerd. We moeten allemaal op onze beurt wachten. Jij ook. De vrouw keek me aan met een blik van hoe is het mogelijk en vervolgde haar kruistocht tegen andermans ongeduld. Op de parking was het ook al van dat. Ik wilde mij parkeren en zo'n bullebak in een chique auto pakte mijn plek af. En dan zag de buurvrouw iemand die met een snelle beweging een zojuist geopende extra balie annexeerde. Verontwaardigd beet ze me toe. Ziet u dan niet? U was voor haar? Ach ja, ik ben ook zo aan de beurt. Ja, maar nu moet ik ook weer langer wachten. Het is tegenwoordig toch erg met al dat ongeduld? Het stukje illustreert hoe het niet moet. Want er is sprake van ongeduld. Afgunst op die bullebak in die chique auto en op de persoon die direct kon aanschuiven aan de extra balie. Er is zelfgenoegzaamheid, boosheid, onverdraagzaamheid. Wellicht herkennen we onszelf hier ook een beetje in. Het doet denken aan de kassa van het warenhuis of het wachten in de apotheek waar iemand zijn leven aan het vertellen is. Het zijn goede oefeningen in geduld en liefde. Op zo'n moment zien we hoe moeilijk we het hebben wanneer we een beetje moeten wachten of wanneer we iets minder geluk hebben dan iemand anders. Maar onze verontwaardiging is selectief. Het lijkt dan dat het kadertje aan de muur daar hangt om de anderen te
te herinneren aan het feit dat ze rekening moeten houden met mijn belangen. Maar dat is niet de bedoeling van die mooie teksten. Die incidenten lijken misschien geen belang te hebben, maar ze zijn wel relevant, want het zijn kleine repetitieve oefeningen om geduld en liefde aan te leren. God verlangt van elk van ons dat we de kadertjes met die mooie woorden van de muur halen en integreren in het gewone leven. De moeilijkheden die we daarbij ervaren illustreren dat we nog een weg te gaan hebben en dat we uit onszelf die hoge standaard die God voorop stelt niet kunnen bereiken. Jezus is de belichaming van die teksten over de liefde, zoals God het ziet. Enkel Hij voldoet ten volle aan die beschrijving. Maar God roept ons op om zelf ook te groeien in de liefde. Hij wil ons bijstaan. Hij doet dat in de eerste plaats door onze ogen te openen voor het feit dat er bij ons ook nog een en ander schort. Het is nodig dat we onze nood inzien, dat we bereid zijn onze onmacht te erkennen en ernaar verlangen om anders te worden. Dat is de eerste stap om hulp van God te ontvangen. Hij wil zijn liefde uitgieten in ons hart en ons in staat stellen om die mooie woorden ook persoonlijk te ervaren. Hij vernieuwt ons en gaandeweg kleuren die eigenschappen dan onze persoonlijkheid. En dat is goed voor onszelf en voor de mensen rondom ons, die goddelijke liefde leren kennen of beter leren kennen. Dat is wat wij jullie toewensen. Dankjewel, Chris. Eén manier om mensen lief te hebben is voor ze te bidden. We gaan luisteren naar Rita, die bidt voor de mensen van Erbskwerps. Voel je vrij om mee te bidden of anders om gewoon de woorden op je te laten inwerken. De beelden zijn opgenomen door Christina in de omgeving van ons dorp. Vader in de hemel, wil u luisteren naar dit gebed voor de inwoners van Erbskwerps. Uw liefde voor ons is zo groot. U laat nooit in de steek wie bij u zijn toevlucht zoekt. Ook nu, Heer, in deze donkere dagen voor Kerstmis, is het extra moeilijk vanwege dit coronavirus. Wij missen de fysieke contacten met de mensen om ons heen. Ik bid u, Heer, dat wij toch uw troost mogen voelen en ons veilig mogen voelen, omdat wij kinderen zijn van u. Voor u is de stem van kinderen, van de allerkleinsten en van kwetsbare mensen zo belangrijk. Ook onze stem. Vader in de hemelen, als ik mensen in Erbskwerps zie fietsen, moet ik dikwijls denken aan dat liedje van Paul van Vliet. Veilig achterop, bij vader op de fiets, vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen, vader weet de weg, vader weet waarheen. Dan bid ik dat wij allen meer en meer zullen mogen gaan beseffen dat u er bent, dat u de weg weet, dat we veilig zijn als een kind wanneer we bij u aankloppen. Dank u, Jezus, dat u ons ook helpt. U kent niet alleen de juiste weg, u bent de weg. De enige weg naar mijn Vader, onze Vader, God, de Almachtige. Dankjewel, Rita en Christina. Ons laatste item van vandaag komt van Maarten. Het is een muzikale meditatie op een tekst die je in de Bijbel kunt vinden in Psalm 139. Het is gebaseerd op de melodie
God Be In My Head van de Engelse componist Wolfert Davies. Dankjewel, Maarten. Dat was het voor deze week. Als in deze video iets is gezegd waarover je met een van ons zou willen praten, neem dan gerust contact op. Als je in Erps-Kwerps woont, mag je weten dat wij voor je bidden.
En elke donderdagavond houden we een online bijeenkomst waarin we samen de Bijbel lezen en voor elkaar bidden. Neem contact op als je eens een keer zou willen meedoen of toekijken, dan sturen we je een link. Of anders zie je ons hier volgende week weer met een nieuwe video. Tot ziens!